Notenboom. Die gaan we zo planten. Even kijken met de, uit de oude, nu naar rechts of nu naar de buitenkant, dan zit je tegen die uitbouw aan. En dan trek hem maar over het gras zo. Doe maar over het gras. Ja, maar dat kunnen we pas beter daar doen, dan gaan we rollen. Ja, maar je kan, die zit met die uitbouw hier. Ja, maar we gaan deze kant op. We gaan niet in één keer die kant, maar zo. Ro, ga jij maar aan die kant. Even, jij kan harder trekken. Zo. Ja, oké. Okay. Heel. En nu, ja, even op. Ja, doe maar over het gras. Ja, zo is goed. Oké, okay. Ja, en nu over het gras. Ho, rechts houden. Trek hem maar op het gras, trek hem maar op het gras. Trek hem maar op het gras. Trek hem op het gras, niet keepen toch? Nee, je moet hem niet keepen, hè? Nee, gewoon op het gras zetten. Trek hem maar gewoon hierheen, op het gras. Ja, en nu ja, naar de plek daar, achter die pergola. Maar dan kan je hem toch gewoon rollen? Trek hem eerst even. Of je moet hem tillen. Ja, even met z'n allen trekken. Gewoon hetzelfde van net. Welkom bij je. Ja, 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 ja. Hij moet helemaal in die hoek komen daarachter bij op het eind. Hier maar achter in elk geval. Nou, oké. Het lukt wel, het gras gaat een beetje aan. Nou, dat geeft niet. Kunnen we hem niet gewoon afzagen en dan met duct tape weer vast? Ja, als je hem nu met 5 man optilt dan. Als je met 5 man optilt. En dan iedere keer een stukje verzetten. Oké, mooi. Hier moet je staan? Ja, dus dadelijk moeten we hem laatste stukje moeten we dragen. Het was nog heel goed om hem hier te krijgen. Ik moet zeggen, ik moet zeggen, het prijs wordt denk ik wel moeder. Ik valt er een boom dan wat je beschrijft. Maar hij is ook goed. Ja. Nee, maar omdat hij een podder is, is niet. Ja, ja, dit is bijna net zoals wat je. Ja, dit is mooi hoor. Ja, het boom, ja. 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 En ja, die plek is erin, dat is toch niet dat er van wat het afgevallen. Ja, door de rijen. Een beetje door de wind. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Bijna. We hebben geen energie meer. Nee, we hebben geen energie meer. Stapelmuren van hergebruikte materialen, losgestapeld en direct ingeplant met inheemse wilde planten. Nou, hier zijn we zand aan putten, omdat het hier allemaal vol met kweek en ongewenste kruiden zit. Hebben we schrale zand nodig, grond. En dat halen we hier uit de kuil. En we hebben gelijk weer een zitkuil erbij. Ga ik ook de groep aan mijn moeder doen? Dat mag. Emma, de groeten. Uit de kuil. Uit de kuil. Nou, hier zijn we. Achterkant van de muur bezig. Nodig, in het verleden hebben we hier al pergola's gebouwd, spiraalvormige en achterin een flinke loofgang. En zo links en rechts over al stapelmuren al gemaakt in het verleden. En dit wordt zo'n beetje het middelpunt, ontmoetingsplek van de bijwei.
Dus vanaf hier kom je dan aanlopen en dit, je komt allemaal nog zitplekken op. Een paar kacheltjes erbij. Hergebruikt materiaal. Oude wieldoppen. Velgen. Nou, hartstikke mooi weer erbij. We moeten nog naar achter. Hij moet gelijk komen met de kachel. Nog iets naar achteren. Hij moet gewoon gelijk bij die grote tegel beginnen. Trek hem maar naar achteren. Schuif nog maar iets naar achteren eerst. Helemaal naar achteren nog. Dat hij precies, ja, daar. Daar moet hij beginnen. Dan heb je gelijk dat hoogteverschil van die andere tegel mee. Dus nu even een waterpasje erop en te kijken of hij een beetje waterpas staat. Nou, allemaal zitplekken erin gemaakt. Kacheltje erbij. Stapelmuur met allerlei potten. Hier zijn bezig met de zitkuil. De grond die uit de zitkuil komt, dat arme zand, dat gebruiken we hier voor de stapelmuren. Dan verkrast het allemaal niet zo. Dan een hele rijke grond hier. Dus dan planten we dit helemaal vol met wilde planten, inheemse bijen en vlinderplanten. En doordat het hier zo schraal is, verkrast het allemaal niet zo snel. Nu komen nog treden om die zitkuil in te komen. Oké, nou vanmorgen gaan we begonnen. Nu kunnen we het hout inleggen, brandhout. Daar is een pergola in de spiraalvorm, die hebben we een paar jaar geleden hier aangelegd. En dan moet eigenlijk allemaal klimmers tegenaan groeien, daar staan allemaal druiven. En achterin hebben we nog een loofgang. Ook van kastanjepalen met doeklas. De bijwei van Ellen Bakker. Ontmoetingsplek. Hartstikke mooi. Natuurrijke tuin. Allemaal inheemse planten die we in de muur gelijk meestapelen. En overal kieren en gangen en holtes. Hoe diverser het materiaal, hoe mooier, gevarieerder die muur wordt. Ook weer een holte met kieren erachter. Kastanje pergola met Douglas palen erbovenop. Staalmatten met eetbare klimmers. Nog een eikenstam als zitplek. Hier komt nog een notenboom. Met een bloemborder met traditionele bloemen, net zoals zonnehoed en herfstasters om de bloei nog wat te rekken als de wilde planten uitgebloeid zijn. Pergola kan mooi begroeien. Daarachter komt waar het hout ligt, TZT nog een sauna. Nou, hier komt een vuurplek in de zitkuil. Nou, voor de vakantie hebben we hier die muur gestapeld en ingeplant. Er komen nog zitplekken rond op de muur. En je ziet al dat die planten mooi aangeslagen zijn. Dus het natuursteen dat lag hier al in de tuin, dat hebben we hergebruikt.
grond is een beetje aan de rijke kant en dan zie je al dat die planten een beetje hard groeien. Trappetje. Het is bosgrond eigenlijk, maar het is toch nog wat aan de rijke kant. Dus de rest van de muur vullen we nu met meter diep onder het maaiveld wat hier uit de zitkuil komt. Nou, hier komt eigenlijk een wilde plantenborder. Even het onkruid, vooral de wortelonkruiden worden nu weggehaald. En daar komt nog meer stapelmateriaal. Wordt mooi een beetje gesorteerd. Ja, Johnny die amuseert zich wel. De vijver is door de eigenaar zelf al een keer aangelegd eerder. Mooi helder, behalve daar waar Donnie rond heeft gelopen. Dus het grootste probleem is hier eigenlijk het kweekgras. Hier hebben we een gemengde haag met inheemse struiken. Ja, hier zijn wat lampenpoetsers langs de haag. En hier gaan we daar allemaal inheemse vlinder- en bijenplanten erin zetten. Nou, het muurtje wordt dan nog een klein beetje hoger, in het midden nog. Nou, mooi weer erbij. Oh, een bij zeker. Hij zal wel gestoken zijn dat hij in één keer ging rennen. Nou, mooi wat tufsteen hergebruikt. Nou, wat hartstikke mooi.